Het is stiller op straat, maar betekent dat ook dat er minder zwerfafval is? Ook in deze tijd gaan vrijwilligers de straat op de schoonwandelen, zoals dat heet. Dat doen ze bijvoorbeeld in Duiven. De school hier is nu een tijd dicht, dus dat scheelt troep. Maar de dames van GoClean hebben nog een paar weken in te halen. Toch is het nog best wel veel, hè? En sommige dingen gaan nu net iets anders. We pakken het afval niet vast met onze handen, zitten niet aan ons gezicht. En als we thuiskomen, dan met handschoenen eerst zakken dicht, wegzetten, goed handen wassen en we houden afstand. De handschoenen gevonden. Ja, er is zelfs ander afval. Vinden we nooit, bijna, nee. Ook mondkapjes en schoonmaakdoekjes komen voorbij. En niet alleen in het dorp ligt veel afval, ook daarbuiten. Hoe gaat het, Arie? Is het minder nu? Ja? In de natuurgebieden vinden we heel veel afval. Veel dumpingen. Dus we hebben trouwens een druk. Alles wat gevonden wordt, gaat op de foto en wordt geregistreerd. Door alles vast te leggen en met die data op zoek te gaan naar doelgerichte oplossingen en preventiemaatregelen, hopen we dat het een keer niet meer op straat terechtkomt. Waar het ook begint, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid aan. Ja, er staan genoeg prullenbakken hier, bijvoorbeeld hier in Duiven, dus het is allemaal niet zo moeilijk.